Deze week loopt in het radioprogramma Joos op Radio 1 elke dag een reportage. En een reeks is gemaakt door Wouter de Pree. Het gaat over de Eerste Wereldoorlog. Het gaat over de Eerste Wereldoorlog. Ik heb het gemaakt samen met Annick Lesage. Mm-hmm. Die helpt mij monteren en met een fantastische monteur ook, Ben Venesoen. En Annick helpt mij met de samenstelling van de verhalen. Dat kan zij zeer goed. Nu, mensen kennen jou vooral als cabaretier, als komiek. Linken jou niet meteen aan de Eerste Wereldoorlog. Nee. Ik dacht van, ja, hij komt uit dat oorlogsgebied, hè, want je komt van... Ik kom van Geluwe, dat was aan de rand van het oorlogsgebied. Het is wel bijna volledig verwoest geweest, het dorp. Je hebt zo van die kaartjes, je kunt zien hoeveel procent het dorp vernietigd was. Wij waren 90-95% vernietigd. Ja. Dus dat was toch al tamelijk flink. Ja, dus ik dacht, die moet een trauma uit zijn jeugd verwerken. Ik heb geen... Misschien dat er ergens een trauma in de grond zit. Dat dat op een bepaald moment naar boven gekomen is, dat zou kunnen. Maar eigenlijk was Geluwe bezet gebied, was Duits gebied. Mm-hmm. Het is eigenlijk de laatste statie voor de Duitse soldaten voor ze naar Menin Road vertrokken. Dus eigenlijk voor ze gingen vechten. Het was de laatste plaats waar ze nog eens aardappeltjes konden laten klaarmaken in de huizen waar ze ingekwartierd lagen. Ja. Peter, jij komt uit Torhout. Ik ben geboren in Torhout. Ik heb lang in Veurne gewoond. Ja. Dus ook in de Westhoek daar. En, ook vaak de kerkhoven bezocht. Heel veel. Mijn schoonfamilie is Iers. En als er Ieren langskomen, dan ga ik altijd met hen naar Tainekot en naar Diksmuiden. Ik heb de Colwitz-standbeeld gaan bekijken. En ik ben nog altijd heel geëmotioneerd door die Eerste Wereldoorlog. Om een of andere reden. Die voor ons echt letterlijk de grote oorlog was. Die denk ik voor ons Vlamingen, voor een groot stuk in onze genen zit. Wat er toen gebeurd is, is zo moeilijk te omvatten. Maar hoe ben jij dan echt geïnteresseerd en geïntrigeerd geraakt? Niet door de schoolreizen die we hebben gedaan. Want dat bestond uit een... Dit waren zeer vreemde dagen. Dan gingen we in de voormiddag naar de Soldatenkerkhoven en dan in de namiddag naar de Meli. Ja. Heeft u dat ook gedaan? Absoluut. Dezelfde schoolreizen heb ik ook meegemaakt. Zeer West-Vlaamse, zeer katholieke combinatie. Je moet eerst lijden en dan mag je genieten. Maar daar ben je niet echt onder de indruk. Nee, ik had cassettes gekregen van een vriend. En dat waren cassettes van zijn grootvader, waarin hij vertelde over zijn belevenissen als frontsoldaat. Hij had die zelf ingesproken, begin de jaren 70. En dus dat begint met beste kinders en kleinkinders. Ik ga nu een keer vertellen wat de opa allemaal heeft meegemaakt. En ik wou daar graag een reeks over maken, maar de zoon en de dochters leven daar nog van. En die waren er helemaal gerust in. Die waren bang dat ik het verhaal belachelijk zou maken. Dus die hebben uiteindelijk beslist om geen toestemming te geven. Maar ik was ondertussen beginnen opzoeken en geïnteresseerd geraakt in die Eerste Wereldoorlog. En dan ben je zo bij die, hoe heet die, bij Jules Leroy terechtgekomen. Voilà. Wie is dat? Jules is iemand die 5 jaar in het Belgisch leger heeft gezeten, van 14 tot 19. Heeft de Duitsers ook nog meehelpen terugjagen tot in München-Gladbach, was dit in zijn geval. En dit was een zeer eenvoudige man die tot zijn 12e naar school was geweest, in 14 opgeroepen geweest als soldaat en vanaf dan aan een hels leven begonnen heeft. Heeft de tyfuskoorts gekregen, krijgt op een bepaald moment bericht van je moet naar Lier. En als hij dan daar is, vindt hij het leger eigenlijk niet. En dan begint de terugtocht al. Dan zit hij aan het front, hij maakt de 2 gasaanvallen mee, hij wordt neergeschoten, hij schiet ook zelf Duitsers neer en dan terug naar Duitsland. Dus waanzinnige verhaal. Waanzinnig verhaal, dat heeft hij zelf niet kunnen vertellen natuurlijk. De laatste oudstrijder die is al een jaar of 9 geleden overleden. Ik heb oude banden van hem gevonden. Ik was gaan praten met een kleinzoon van hem om te horen over hoe hij vertelde. En ik heb via oude bandopnames van hem gekregen. Een man die hem had geïnterviewd. En er staat geen interview in een slecht woord, want er staat geen enkele vraag op. Het zijn 4 uur opnames, er staat geen enkele vraag op. Dus gewoon het bandje start en hij vertelt. En hij gaat door tot in 1921. Ja. We zijn in onze archieven gaan snuffelen. We hebben ook een beeld gevonden van de man, Jules Leroy. Even kijken, dit hebben we gevonden. Het tristeste moment van alles. Hier in Leem is geweest, want de veldwachter naar me neus kwam met het mobilisatiebevel. Als ik me neus verliet, en dat ik zei, moeder, een kruisje alsjeblieft. Mijn moeder weende. En ik wist maar al te goed waarom dat mijn moeder weende.
Ze dachten heel zeker, van dan af zal ik hem nog ooit terugzien. En die tranen van mijn moeder zijn me heel mijn leven bijgebleven. Ja, het zijn die verhalen. Die verhalen, die moeder heeft op een bepaald moment ook het bericht gekregen dat Jules Leroy gestorven was. Maar dat was zijn neef. En dus zij kreeg het bericht, Jules Leroy is gestorven. Die, was al, die stortte volledig in en dan kreeg ze te horen dat het over de neef ging en niet over de eigen zoon. Ja, ja. Peter van der Meers, jij hebt er ook al vaak over geschreven, hè? Ja. De Eerste Wereldoorlog. Ja, ik herinner mij, 11 november, een paar jaar geleden, heb ik het verhaal geschreven in de krant van een tocht die ik met mijn oudste zoon gemaakt heb, met de motorfiets langs het front. Mijn zoon is nu intussen 8 of 29, hij was toen 18. En op een bepaald moment staan we aan een klein kerkhof in het noorden van Frankrijk, waar een 30-tal soldaten liggen, die gesneuveld waren in 14 en in 18. Dus het front was daar 2 keer gepasseerd. Hmm. En die allemaal 18 of 19 jaar waren. En dan sta je naast de jongen, dat is jouw kind, die is 18 of 19. En je zegt, 18, 19, 20, 17. En dan besef je, dat waren kinderen die daar aan het vechten waren. Hmm. En mijn eigen zoon was daar zeer geëmotioneerd door. Dat vond ik, 100 jaar later, dat is zo iemand. Ik vind het dan ook heel belangrijk om te zeggen, kijk, die gasten die liggen hier. En je moet daar dan de grote ideeën van, ze zijn gesneuveld voor onze vrijheid, patati patata. Maar besef dat er hier iets gebeurd is dat in jouw geschiedenis gebeurd is. Ik vind dat heel belangrijk. Ja. Ja. We hebben onze reporter Alina ook naar daar gestuurd vandaag. Die ging een kijkje nemen in, ja, Tynekot, zeggen we in het Engels. Hoe zeggen ze het in West-Vlaanderen? Tynekot. Ja, dat is in Passendalen. Ze ontmoetten daar een Brits koppel dat op zoek was naar hun oom, die in 1917 gesneuveld was. Battered down to the ground, down upon the dugout floor. We've got number, but the number of the grave, but now it's there's so many here, we're just trying to locate where he's lying. He was 20 years old. So he died really young? He was young, yes. He was still single, as far as we know. So it's been very difficult trying to locate him. But we're here, hopefully, to let him know. Excuse me. That's OK. To let him know that he's not forgotten. Young in years, old in fears, down upon. It appears he's in this area somewhere, somewhere here by the looks of things, X1V. Yes, now I've found him. He'll know that we're here. So come on Thursday, which is Remembrance Day, bring the cross that we've got for him. And I can go back now and tell the family, or my family, and everyone exactly where he is. I feel a lot better now. Feel a lot better. My grandson is now wanting to join the army. Why he wants to do it, he can't tell me. He can't give me a specific reason why. But he said he thinks it's his duty. What can I do, Grandad? It's a duty to be done. Down upon the dugout. Ja, blijft die mensen heel erg bezighouden. Het is ongelooflijk hoe het nog leeft, hè. Mm-hmm. Die grote oorlog. Blijkbaar komen er nog wekelijks mensen die op zoek zijn naar, ja, sporen van soldaten die meer dan 100 jaar of bijna 100 jaar geleden overleden zijn. Komen veel mensen langs de woensdag is in Ieper het Flandersfield documentatiecentrum open. En daar komen Duitsers, Fransen, Belgen, Engelsen komen zoeken naar sporen van hun grootvader. Het zijn databases over gesneuvelde soldaten, omstandigheden waarin ze gesneuveld zijn. Er zit een ere-luitenant-kolonel Roger, die is specialist van het Belgische leger. Die kan meehelpen opzoeken, kan dossiers laten opvragen. Bij het Belgische leger kun je kijken waar je groot- of overgrootvader gelegerd heeft gelegen. Ik heb ook iemand gezien, Bob. Dit waren eigenlijk 2 Engelse mannen. In de reportage heb ik er eentje moeten uitkrippen. Het zijn 2 vrienden geworden. Hun grootvaders zijn gesneuveld op 100, 200 meter van elkaar in 1917. Ik denk bij de derde slag om Ypres.
En met 14 dagen tussen zijn die gesneuveld. En die waren er op het moment dat ik de reportages aan het maken was. Die waren de laatste wandeling van hun grootvaders, hadden die uitgezocht. Dus die, bij Bob was het zo dat zijn grootvader op verlof mocht. Dus dat hij uit de loopgraven mocht komen. En dat ze op een bepaald moment toch de oproep krijgen dat ze weer versterking nodig hebben. Hij moet terug naar het front. En die wandeling had hij dus op een stafkaart. En heeft die wandeling heeft hij opnieuw gedaan. Net die dag had hij die opnieuw gedaan. En heeft een soort eerbetoon gebracht aan zijn grootvader op de plaats waar hij dan gesneuveld is. Ja, ik geloof, als ik het goed heb, dat we van die reportage een fragmentje hebben, een kort fragmentje. Dus Bob en George, hè? Bob en George, ja. De wandeling nadoen van hun grootvader die neergeschoten is in de loopgraven. Eens luisteren. Bob deed vandaag de laatste wandeling van zijn grootvader over. I stood in the middle of this field. Het voelde vreemd. It was all on my own. In het midden van dat veld. You had like a lump in your throat. It's a... Een krop in mijn keel. Yeah, it was really, really strange. Straks vertrekt Bob terug naar Engeland. Nog één ding wil hij doen voor hij teruggaat. Op het militaire kerkhof van Dozingham speelt Bob Collett in de motregen op zijn trombone The Last Post voor zijn grootvader Henry George Collett. Veel moment. Absoluut, ja. Ja. Absoluut. Ga je zelf nog wel eens wandelen daar? Of bijvoorbeeld nu met wapenstilstand, dat herdenken, ga je er dan naartoe? Ga je dan ter plaatse gaan? Dit zegt mij zeer weinig, ja. Omdat het dan toevallig zoveel jaar geleden zal zijn. Die precieze datum, daar heb ik heel weinig mee. Mm-hmm. De kerkhoven zelf ontroeren mij ook niet zo heel hard. Het is eigenlijk meer de verhalen die ik ga zoeken en dat je dan merkt van als je aan één verhaal trekt, dan gebeurt er weer dit en weer dit en weer dit. Maar deze kerkhoven, deze plaats ontroer je niet? Minder omdat het dan, wat er iets zeer vreemds aan is, is dat het ook een soort eerbetoon is terzelfde tijd. Dus het is een soort rust bieden aan die soldaten, maar het is het tegenovergestelde van wat oorlog voor hen geweest is. Het was net heel veel lawaai, niet kunnen slapen, extreme omstandigheden. En daar dit dan tegenoverstellen, dit geeft mij een zeer dubbel gevoel. Hetzelfde bij de Menenpoort in Ypres is terzelfde tijd. Dat vertelde Piet van in Flanders Fields mij. Dit is terzelfde tijd. Is dat een eerbetoon aan de oorlog, wat eigenlijk bijna pervers is, een soort triomfboog. Maar het is ook het eerste monument voor de anonieme gesneuvelden. Dit is het allereerste monument in die zin over de hele wereld. Dus dat is dan weer prachtig. Ja. Want dat dubbele zit daar altijd in. Ja, het contrast tussen de gruwelende verhalen die je allemaal te horen krijgt dan. Ja. Ja, want bijvoorbeeld, ik vind de Menenpoort, nu op 11 november staat daar een paar duizend man om te luisteren naar de Last Post. Ik ben ooit nog eens bewust omgereden op een februariavond, dat het regende, dat het goot. En dan staan ze daar ook die Last Post te blazen. En dan staat er drie mannen en een paardenkop te luisteren. Mm-hmm. En dan denk je, jongens, eigenlijk is het ook wel fantastisch dat hier nog altijd eer wordt betoond aan de jongens die toen, 100 jaar geleden, gedaan hebben wat ze gedaan hebben. En dat vond ik toen een ongelooflijk ontroerend moment van regen, koud, 's avonds, drie mannen en een paardenkop. En dan staat er iemand die Last Post te blazen. Dan denk ik, wauw. We moeten blijven herinneringen ophalen, denk ik. En vooral de concrete verhalen, zoals Wouter die brengt, dat toont aan dat het gaat niet om anonieme soldaten, maar om mensen. Om kinderen van iemand, om de broer of de echtgenoot van iemand, of het lief van iemand, of wat dan ook. Het zijn jonge mensen. Ik kijk ook altijd naar standbeelden, naar al die leeftijden. En dan denk ik, dat kan toch niet. En dan op dat moment denk ik, gelukkig hebben we nu Europa en proberen we dat hier althans al buiten te houden. En we kunnen dat niet genoeg aan de mensen vertellen. Vrijheid, samenwerken, problemen oplossen door te spreken, niet door te vechten. Dat is enorm belangrijk. Dat is wat we in Europa ook proberen te doen. Wouter de Pre doet zijn best om dus eentje bij te dragen. Het was verrassend om jou eens daarover bezig te houden. Treed je trouwens nog op ook? Nu? Ik treed nog op, ja. Met het programma Je Zal Alles Worden. En dat loopt nog volop. Dan gaan we zeker eens komen kijken. Bedankt Wouter de Pre. Dank ook aan de andere gasten. U thuis bedankt voor het kijken. Graag tot morgen. Dag.